we kijken terug op de derde sessie van vanavond. Dat doe ik met Frank Cornet van de ChristenUnie en Bas de Ruiger van D66 Velzen. Fijn dat jullie op dit late uur nog eventjes bij de camera willen verschijnen om terug te blikken op de sessie over routekaart naar een geactualiseerde mobiliteitsagenda. Ook weer heel mooi omschreven. De routekaart is natuurlijk ook niet voor niks verzonnen. De metaforen van verkeer, mobiliteit, die vlogen ons wel om de oren. Maar goed, dat is niet zo gek eigenlijk. Frank, jij ging eigenlijk behoorlijk, ik wil niet zeggen met een gestrekt been erin, dat is wat overdreven, maar je was wel behoorlijk fel. Je had van tevoren ook al technische vragen gesteld. Ja. Kun je misschien ook even uitleggen waarom je dat hebt gedaan en wat het middel is van die technische vragen? Technische vragen zijn vragen die je eigenlijk aan een ambtenaar kan stellen van hoe staat het met bepaalde zaken, hoe ver zijn we? Dus dan hoeft de ambtenaar die hoeft nog niet in te gaan op allerlei politieke vragen van waarom is dat zo en willen we dat wel zo? Maar gewoon je vraagt feitelijke zaken van wat is de stand en dat had ik op een aantal punten gedaan. Dus van hoe gaat het met de doorfietsroutes? Een aantal punten rond veiligheid. Daar had ik vragen over gesteld en daar heb ik antwoorden op gekregen. En met een aantal van die antwoorden was ik nog niet helemaal tevreden. Nee. Dat heb ik uitgelegd in de sessie. Ja. Er was trouwens ook nog een hele ronde van technische vragen aan het begin van de sessie. Daar kwam onder andere ook die doorfietsroute die je net benoemde al aan bod. Maar daarna kwamen dan de echte bijdragers van alle raadsleden die aanwezig waren en steunfractieleden. En we gaan even kijken naar de bijdrage van Bas Koppes van de VVD. Ik wil niet op alles herhalen, maar ik deel wel de zorg ook van de ChristenUnie als het gaat om die doorfietsroutes. Want ik schrok een beetje van die donkerrode lijnen die over 2030 gingen. Tegelijkertijd rijd ik daar dagelijks overheen en kan ik dan op zich wel redelijk doorfietsen. Dus dat is niet misschien het grootste knelpunt. Maar het is wel, als je het leest en je weegt dan af in alle ambities die we hebben, denk ik van stellen we de juiste prioriteiten. En dat is eigenlijk aanhakend op het volgende punt wat ik wil maken. Een suggestie die ik zou willen doen, ook eigenlijk naar de andere fracties, maar ook vooral richting de organisatie, is probeer nou eens in kaart te brengen op welke prioriteiten nou de meeste impact hebben. Prioriteit en impact, zodat we dus kunnen bepalen, want ik hoor de wethouder een zorg uiten van joh, de organisatie op bepaalde vlakken loopt een beetje wat in de soep misschien of loopt niet. Maar daar komt niet veel organisatiekracht uit. En de ambities zijn, denk als je alle raadsfracties hoort, best wel hoog. En ook denk de wethouder heeft best wel veel ambities. En dat is heel goed. Maar ja, we kunnen niet alles realiseren. Dus als we dan geen focus aanbrengen daarin, dan gaan we dus een hele brede agenda krijgen. En dan na 4-5 jaar zeggen we van, oh, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? U heeft dus interruptie, meneer Koppes, van de heer Bal. Nou, dan ga ik even naar wachten. Ja. Meneer Bal, gaat uw gang. Ja, nee, ik ben het volkomen met hem eens hoor. Maar welk beeld heeft u nu voor u als u zegt van die prioritering? Want de een vindt veiligheid belangrijk, de ander vindt duurzaam belangrijk. Ik heb daar ook wel een aantal notities over gemaakt. Maar we zitten nu bij elkaar met die informatief verhaal. Hoe ziet u dat voor u? De heer Koppes. Ik ga nu een soort Ruigeriaanse antwoord geven. Daar wilde ik net over beginnen. Dat was de comma die ik plaatste. Ik wou er net, als u me uit het laten spreken, had ik daarop gekomen. Dat is inderdaad zo van, ja, eigenlijk, je hebt daar een technische aanpak en een politieke aanpak. De politieke aanpak bepalen wij met elkaar. Wat vinden wij belangrijk? En daar zullen we over met elkaar verschillen. Maar wellicht is het ook in beeld te brengen wat de impact is van zo'n prioriteit. Want bijvoorbeeld een realisatie van het één kan veel meer impact hebben dan een heel groot project wat misschien in de marge zit van de impact. Dus als daar meer zicht op kan komen, kunnen wij misschien ook beter sturen. Dus het is meer dat ik denk van ja, in die veelheid van dingen kunnen wij misschien door slim te kiezen veel impact maken met prioriteiten. In dit fragment is ook nog een interruptie van Floor Bal. Want Bas gaf eigenlijk aan, hij stoorde zich een beetje aan het feit dat een aantal van de maatregelen die in 2019 waren beschreven, dat waren geloof ik 70 in totaal, dat die lang niet allemaal tot uitvoer waren gekomen. En dat het antwoord van de wethouder was, ja, dat is een capaciteitsprobleem. En wat hij nou eigenlijk vroeg was, van, kun je nou de prioriteiten en de impact van die prioriteiten wat beter wegen, zodat je ook weet van waar moet je nou eigenlijk die capaciteit op inzetten. Wat vond je van die discussie, Frank? Ja, op zich vond ik het wel een heel goede, heel relevante vraag. Want wat je ziet, dat maakt het
punt mobiliteit ook erg lastig. Van, het zijn allemaal maatregelen die gewoon veel tijd kosten. Hè? Want ja, als je een weg wil gaan aanpassen, dan moet je dat gaan plannen. Je moet het gaan aanbesteden. Je moet het gaan bespreken met omwonenden. Mm-hmm. Dus ja, er gaat gewoon een heleboel tijd in zitten voordat het zover is. Dan moet er capaciteit zijn van de ambtenaren om dat allemaal voor te bereiden. Dus dat kost behoorlijk, het is behoorlijk intensief. Maar we hebben wel een aantal doelen die we willen bereiken. Van, het moet veiliger worden. We willen ook de doorstroming willen we hier gewoon goed houden. Ik ben altijd voor om te kijken van hoe kan je het aantal auto's verminderen. Ja. Andere partijen die hebben daar wat meer moeite mee. Ja, ja. Dan is het goed om te kijken van welke maatregelen hebben het meeste effect op de doelen die je wil bereiken. Ja. En neem die maatregelen dan het eerst. Nou, ja. Dat vond ik een heel zinvolle aanvulling. Ja. Bas, hoe kijk jij terug op deze sessie in het algemeen? Nou, met dat laatste ben ik het in ieder geval eens om ook inderdaad in de volgende mobiliteitsagenda te kijken hoe je nou kunt prioriteren wat het meeste effect heeft. Ja. Ook om te voorkomen, de vorige mobiliteitsagenda uit 2019, daar stonden 70 actiepunten in. Precies. Daarvan zijn er 15 daadwerkelijk gerealiseerd of afgerond. En een hele sloot, 53 zeg ik uit mijn hoofd, die zijn nog in behandeling en een klein aantal nog niet opgepakt. En ik heb wel gevraagd van, goh, kunnen we nou wat meer inzicht krijgen wat nou precies is afgerond en wat nou precies in behandeling is? Want het geeft ons ook een veel beter beeld hoe we nou die nieuwe mobiliteitsagenda op zo'n manier kunnen opstellen dat we ook wel realistische en haalbare doelen stellen voor onszelf. En ook gewoon concreet terug kunnen kijken straks van, hebben we dan ook daadwerkelijk het resultaat gehaald wat we beoogd hadden. Mm-hmm. En dat zag je een beetje door de hele avond heen. Dat is op dit moment gewoon lastig. In ieder geval de manier waarop we de vorige mobiliteitsagenda toen destijds hebben vastgesteld. Ja. Hey, en als je het nou hebt over al die verschillende maatregelen en doelen, wat is dan voor jullie, voor D66 Velzen, belangrijk? Kun je er een aantal uitlichten? Nou, ik denk dat we in dat opzicht een hoop gemeen hebben bij de ChristenUnie. Kijk, dat is in beginsel is het zo dat we kijken naar wat zijn nou goede, duurzame mogelijkheden van ontsluiting van gebieden. Want we hebben natuurlijk ook een grote woningbouwopgave. Hè? We hebben veel woningen toevoegen, ook aan Velzen. En je ziet dat wegennet op een aantal punten al knelt. Nou, dan kun je blijven focussen op de auto. Maar ik heb ook vanavond aangegeven, de auto is een vervoersmiddel en geen vervoersdoel. Nee. Je kunt ook kijken, bijvoorbeeld met doorfietsroutes, maar bijvoorbeeld ook door samen met de provincie te kijken of je bij grote nieuwe wijken ook OV-verbindingen aan kunt leggen. Hoe je wijk op een andere manier kunt ontsluiten alleen de auto. Want alleen blijven focussen op de auto plus meer woningbouw, dat is iets, nou, ik geloof dat de term nota bene bij jou vandaan kwam, auto-infarct, dat is dan waar je op een gegeven moment tegenaan gaat lopen. Je loopt op een gegeven moment tegen de grens aan van de ruimte die je hebt in de openbare ruimte, hoe je kunt ontsluiten. Een auto neemt in dat opzicht relatief veel ruimte in, heeft relatief veel effect op de omgeving. Dus ik vind het ook vooral belangrijk als we dan toch gaan kijken naar nieuwe gemeenten met veel nieuwe woningen. We zijn de gemeente echt toekomstbestendig aan het maken. Dan moet het ook op het gebied van mobiliteit. Ja. En nog één opvallend punt. We hebben als voorbereiding dit visual bedacht over mobiliteitsagenda. En ik vond het opvallend dat het eigenlijk bijna niet over de pont ging. Dat is de oude nog. Of ja, dat is een oude pont. Ja, we hebben kennelijk niet de nieuwe pont ergens kunnen opduiken. Maar dat doet deze niet is niet elektrisch. Nee, deze is niet elektrisch. Niet duurzaam. Nee. Maar het ging eigenlijk bijna niet over de pont. Maar je had het nog wel over mobiliteit over water. Maar dat ging niet zozeer in die richting, maar meer in deze richting. Wat had je daarvoor ideeën bij dan? Nou ja, kijk, het Noordzeekanaal is de breedste weg eigenlijk die we in de omgeving hebben. Een waterweg. En als je kijkt, er worden ook wel eens discussies gevoerd bijvoorbeeld over pakketbezorging en logistiek. Bijvoorbeeld in een centrumgebied als Muiden, wat we toch ook leefbaarder willen maken. Ja. Liggen daar natuurlijk ook een kans, in plaats van dat er iedere keer vrachtwagens daar naartoe zouden moeten. Je kunt natuurlijk ook kijken of je de waterweg, het Noordzeekanaal, in ieder geval binnenvaart van en naar Amsterdam op een veel slimmere manier zou kunnen gebruiken. Ja. Want dat scheelt gewoon ook weer aan de mobiliteitsbewegingen die je hier op land hebt, die dan toch vaak op de weg plaatsvinden en daar toch wel veel effect hebben. Ja. Ik weet niet of dat een hele reële optie is, maar ik vond het in ieder geval belangrijk om, als we toch gaan kijken van hoe zien we de mobiliteit van de toekomst voor ons, om er toch eens op te werpen, want dat kanaal dat ligt wel. Ja, hoef je niks meer te doen. Precies, dat is zo. Maar goed, daar kwam geen reactie op van de wethouder, want er was de tijd niet meer voor. Nee. Uiteindelijk zijn er een flink aantal onderwerpen die jullie hebben geopperd of vragen hebben gesteld nog niet aan bod gekomen. Een van de onderwerpen waar wethouder Diepstraat wel op inging, dat ging over de veiligheid. Ook naar aanleiding van een inbreng van de Fietsersbond die in een vorige sessie had plaatsgevonden, namelijk over de invulling of de veiligheid op de Lange Nieuwstraat. Jij
had het daar ook al over in je bijdrage, Frank. En daar kwam het begrip shared space kwam daar naar voren. Hè. Het idee dat je de weg zo inricht dat verschillende vervoerstromen gebroedelijk samen zouden kunnen gaan. En dat is met name voor de HEMA het geval natuurlijk. Maar daar ben je toch wel kritisch op, Frank? Nou, de Fietsersbond is daar nogal kritisch op. Ja. En bovendien, dat triggerde mij ook van... Nou, misschien is het goed om eens te kijken van hoe bevalt dat nou? Want juist omdat dat allemaal verkeersstromen zijn... waar het verkeer met fietsers, met brommers, met e-bikes, fatbikes tegenwoordig... met behoorlijke snelheid doorheen gaat... Ja. Shared space, waar ik shared spaces zie, zijn dat plekken waar fietsers starten of waar fietsers tot stilstand komen. En het zich daar dan vermengt met voetgangersstromen. Dus daar ligt de snelheid meestal veel lager. Mm-hmm. Terwijl het hier gewoon een doorgaande fietsroute is. En dan vraag ik me af, van is die keuze achteraf goed geweest? Ja. Kijk er nog eens even goed naar. Ja. Neem dat mee ook bij inrichting Pontelpark. En de wethouder gaf aan van sommige dingen kunnen we niet zomaar aanpassen. Ik was nog niet helemaal tevreden met het antwoord. Nee. Maar er gaat een gesprek. Het gesprek met de Fietsersbond gaat er in ieder geval komen. Precies. Dus ja, ik ben erg benieuwd naar de uitkomst daarvan. Ja. Hey, sowieso gaat het gesprek over dit onderwerp natuurlijk nog wel even door. We zijn hier voorlopig nog niet klaar. Nee, zijn hier voorlopig nog niet klaar. Ik weet niet of de kaart ook gepresenteerd wordt, maar we kregen een A3 gepresenteerd met een heleboel blokjes en streepjes en pijltjes van wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ja. Dus ik moet dat allemaal in mijn agenda nu gaan zetten om in de gaten te houden dat het ook inderdaad gebeurt. Ja. Want in principe gaat die actualisatie van die agenda gaat tot het einde van het jaar duren ongeveer. Dat werd in blokken van 4 kwartalen opgedeeld. Ja. Daar zit ook nog zit het begrip participatie natuurlijk ook in. Ik zag een burgerpanel werd erin gezet, een klankbordgroep. Goed idee? Ja, zeker. Ja? Ja, kijk, een belangrijk deel van mobiliteit is ook veiligheid. Daar ging het vanavond ook over. En veiligheid hoeft niet altijd te betekenen dat er daadwerkelijk een onveilige situatie heeft plaatsgevonden. Maar het kan ook een gevoel van onveiligheid zijn. En je moet ook voorkomen dat bepaalde dingen misgaan voordat het is misgegaan. Dus ik denk dat het heel verstandig is om juist ook met klankbordgroepen participatie aan de slag te gaan. Om vooral de samenleving op te halen van hoe wordt nou de mobiliteit ervaren. Want dat is een hele belangrijke component daarvan. Ja. Goed, helder. Het gaat nog even door, dit gesprek. Dank jullie wel voor de toelichting op dit moment. En nog een fijne avond. Graag gedaan. Dank je wel. Okay.